Dit is Langstraat TV. Uw regio in beeld en geluid. Piep Rock. Deze hobby, ja, eigenlijk ontwikkeld. Met mijn kinderjaren was ik aan het vuurzagen. Alleen dit is nou een beetje ontaard. Grote dingen, eerst klein en nou groter. Zoals hier het geboortehuis van mijn vrouw. Ja, dat kan hoor. Dat is het geboortehuis van mijn vrouw. Deze boerderij moet ergens in de buurt van Kaatsheuvel staan. Waar weet ik niet precies. Maar deze staat in Hilvarenbeek. Die naaimachinekap. Dat is... Eigenlijk kwam het door mijn kleindochter, want die wou weten wat een bedstee was. Die heb ik hierin gemaakt. Zodoende kon ik mijn kleindochter uitleggen wat een bedstee was. Auto's. Het is allemaal het afvalhout, want duur hout moeten kopen, want dan lijkt het goud. Dat gekke ding daar staat in Nefteling. Ja. Nou, goedemiddag op de Hobby Expo Dongen 2018. Een najaarsexpo met veel interessante exposanten. 140 hobbyisten die laten hun hobby's zien. Van allerlei aard in twee grote hallen. En daar zijn wij bijzonder trots op als stichting. Ik denk dat we staan weliswaar twee middagen. Hè, zaterdag van 12 tot 5 en zondag van 11 tot 5. Maar we hopen toch zoveel mogelijk mensen, bezoekers te ontvangen. Ja, die kunnen zien wat de hobbyisten allemaal... waar ze toe in staat zijn, wat ze maken. Het zijn echt prachtige dingen. Van modeltreintjes tot vrachtwagens, tot 3D-printen. Hè, want we gaan ook met de tijd mee. We proberen ook de jeugd zoveel mogelijk hier naartoe te trekken. En ja, zo is er eigenlijk voor iedereen wel wat. Ik ben lid van deze vereniging en... Wij staan op beurzen en feesten en ja, demonstraties van bijvoorbeeld garage, truckbedrijven, dat soort evenementen. En wij zijn allemaal hobbyisten die allemaal modelbouw mooi vinden. En zijn lid van een vereniging waarin we nou ja, met een vereniging met veel meer kunnen maken natuurlijk. En dan kunnen we zo'n mooie baan als dit maken. En dan kunnen we ook hier langskomen. Ik heb altijd al dingen die op afstand bestuurbaar waren, vond ik leuk. En ik hou van knutselen. En ik ben vroeger in militaire dienst vrachtwagenchauffeur geweest. Dus ja, dan ga je met dit wel door. Thank you.
Ja. Een vleugel van een vliegtuig aan het gooien. Een boven- of een ondervleugel van dit toestel. En daar heb ik al bijna 10 jaar mee gevlogen. Ik heb de folie eraf gehaald, want die was niet mooi meer. Dan ga ik een nieuwe folie opzetten. En dat doen we met een strijkbout. Ongeveer 40, 45 graden strijken we hem aan. Dan is die zo meteen heel mooi strak. Zo is het. Hobby King maakt het mogelijk. Dat is, ik heb een 3D-machine, een snijmachine. Heel ontspannend. Heel ontspannend is dit. Dus. Ja, en wat is het nou precies? Kantklossen. Ja. En dat doet hij al? Ik doe het nou 30 jaar, denk ik. Ja. En wat is dat rustgevend? Of is... Het is heel rustgevend, ja. Ja, echt ontspannend. Maar dit is een apart kussen, hè? Dit is een Oost-Duits kussen. Ja. Een zogezegd kluppelzak. Okay. En daar heb ik een cursus voor gevolgd, 2 jaar geleden, in Oost-Duitsland, op de kantschool, met kinderen. En dat was ontzettend leuk. En is er nou veel aanwas van jongeren voor deze soort... Okay. 4 kinderen. En het is een clubje van, ik dacht een stuk of 6. Oh. Dus, ja. Ja. Ja, we hulden heel vaak. Oh ja. Maar dan hebben ze het wel geleerd. Wat ben je daar aan doen? Een boek aan ponden. Ik maak mijn boeken zelf, hè. De oude boeken maak ik zelf. Dat zijn de boeken die in een orgel gedraaid worden? Ja, die gaan in dat orgel. En hier heb je dan het boek op een draaiorgel. Het is een rolorgel, dus je moet hem terugwikkelen. Kijk, en nou maak ik de lucht en... Stoommachines en Stirlingmotoren. Dus ja. Allemaal eigen bouwsel. Van A tot Z. Allemaal materiaal van de schrotboer. En wat voor ergens voor gebruikers, aandrijving of zo? De meeste die zijn industrieel gebruikt, behalve de Stirlingmotoren. Daar is er maar een van die hier industrieel gebruikt is. En dat is de Heinrich. Deze. Dat is een Duitse Stirlingmotor uit plus minus 1920. En die zijn in serie gebouwd in Duitsland. Wat ben je hier aan het doen?
ik ben hier kralen aan het maken van glas. Nou wil ik hem zelf hebben. Daar komt er weer wat anders tussendoor. En nou ben ik er zo fanatiek mee bezig. Een hobby of is dat een... Nee, dit is hobby. Dit is hobby. Dit is een hobby? Ja. Ik kan er geen geld van maken. Nee, maar het is leuk om te doen. Het is verschrikkelijk leuk om te doen. Het geeft ook een bepaalde rust. Je kunt een hele hoop van je afzetten, want je moet toch je gedachten erbij houden hier. Ja. En dat is natuurlijk wel leuk als de mensen de kralen dragen. Ja, uiteraard. Ik bedoel, ik vind het leuk als mensen... Een ketting kopen en als je naderhand dan ook nog ziet dat ze hem dragen, ja, natuurlijk is dat mooi. Wat is dit voor een machine? Een punnikmachine. Wat wij vroeger met de hand deden, met een klosje en een haaknaald, hebben we hier gemechaniseerd. Met meccano. Dat is knap. Leuk, hè? Ja. Een hanger met een excentrisch gat. Ik ben aan het mozaïken en dan wel met glas. En dat kan je op een ondergrond van glas doen, maar je kunt het ook op metaal of op hout, verschillende materialen. En dat zijn we hier aan het... Ja, dit wordt een lampje inderdaad. Ik heb hem daar als voorbeeld staan. Als dat verlicht is, is dat ook erg sfeervol. En zo maak je allemaal je eigen decoraties. En dat is leuk, ja. Ja, mozaïek. Het is echt mozaïek, hè? Het is echt mozaïek. Je maakt eerst je patroon en daarna ga ik het invullen met glas. Maar dat wordt wel geknipt met een speciale tang. Dus het is tijdrovend. En daarna gaat het allemaal nog gevoegd worden. Ja, maar ontzettend leuk om te doen. En dat is wel het allerbelangrijkste, ja. Dankjewel. En ik maak knikkerbanen en kermisattracties. Kijk, dit zijn de knikkerbanen. De mechanische uitvoering. Mechanische sorteerder. En hier heb ik er een, die gaat met lucht. Met luchtcilinders. Hier zitten allemaal poortjes. Starten, zo. Die poortjes bepaalt waar de knikker naartoe gaat. Dus die gaat die kant op, de volgende gaat weer de andere kant op. Oh, die gaat die kant op, dat klopt, ja. En dan gaat hij weer terug. En dan komen ze beneden allemaal weer op het plekje uit. En deze gaat elektronisch. Dit is de eerste knikkerbaan die ik gemaakt heb. Best veel geduldwerk. Ja, die lift, dat is de tweede lift, die komt nu, eerder. Die gooit me nog verder omhoog. En dit is dan de schroeflift. Hoi, ik ben Sil. Ik ben 12 jaar. Toen ik 3 was, toen begon ik hier al mee. Ik ben besmet aan de ziekte, noemen wij dat. En nu ga ik met 1 locomotief rijden. Dan doen wij hier mee. Dan rijden wij met tablets en telefoons. Als ik nou op de 1 tik, daar is dan van die locomotief, dan gaat daar nou het geluid vandaan en daar ga ik dan nou mee rijden. Het is wel altijd goed opletten wat er gebeurt. Net als nu loopt hij vast. Dat komt omdat hier zo zeg maar kleine wieltjes zitten en die zie je ontsporen nog wel eens. Maar als het goed is, moet het nou goed gaan.
Is dat echt een hobby? Ja. Ja, een hobby, uitgelopen hobby. Dat, ik doe steeds meer. Maar in het begin was het niet een hobby. Er zijn er bekend geen meer die het nog doen, hè? Nee. Dus is er waarschijnlijk ook vraag naar, of niet? Heel veel. Ja, ja, ja. Kijk,